Welkom bij Casa Anici. Casa Anici bevindt zich net boven het plaatsje Olias. En dat is 3 kwartier vanaf het vliegveld Malaga. Heel handig als je vanaf Rotterdam vertrekt. Doe je er ongeveer 2,5 uur over. Dan 3 kwartier hier naar de casa. Wil je naar het strand, dan neem je het strand in El Palo. Dat is 25 minuutjes naar beneden rijden. Prachtige route. Wil je een historisch stadje bezoeken, kan dat in de buurt. Comares is de dichtstbijzijnde. Die ligt denk ik op 20 minuten. En hierachter heb je het natuurreservaat Montes de Malaga. 10 minuten rijden. Dus echt de moeite waard om lekker te wandelen en mooie natuur te zien. Dit is de casa die ik jullie graag voor wil stellen. We hebben hier eerst de guesthouse. Eigenlijk een schuur wat verbouwd is tot een guesthouse. Ga maar naar binnen hoor, dan kun je even kijken. Het is voor 2 personen bedoeld. Je hebt een zitje, een lekker bedje. En je kan jezelf verzorgen. Hebben we hier het huis. Oh, daar is de ingang voor de badkamer. Ja. Honden zijn hier ook welkom, dus neem gerust je eigen hond mee, mocht je er eentje hebben. Lekker sinaasappelbomen, limoenbomen, bougainville. Het zwembad is 4 meter bij 5 meter en 1,40 diep. En de grond die je allemaal ziet, dat hoort er allemaal bij, is 50.000 vierkante meter grond. En dat hoeven we niet te onderhouden natuurlijk. Dat doet de natuur allemaal zelf regelen. Deze bloemenpracht wel. Dat moet natuurlijk gesnoeid en water krijgen. Maar dat valt allemaal wel mee. Dat wordt 1 keer in de week gedaan. Je moet wel van rust houden. Niet van lawaai houden. Lekker eten. Ik kan genieten van elkaar. Van de natuur. We hebben een keuken. Met alles erop en eraan. Inclusief oven, een grillplaat, dan kan je lekker koffie zetten. Een kleine woonkamer met een open haard, televisie. En de zonkamer, dat is een grote kamer zeg maar. Voorzien van een eigen badkamer. Die heeft een eigen bad. En 2 wastafels en een eigen douche. Dit is de maankamer. Die is voorzien van 2 losse bedden. En ook weer een eigen badkamer. Waar dus eigenlijk ook die guesthouse gasten gebruik van kunnen maken. En deze heeft dus ook weer een eigen toilet. Altijd. Voel je welkom in onze casa. Die voornamelijk beschikbaar is in de zomerperiode. Want de rest van de winterperiode, dan zitten wij er zelf heel graag. Dus een half jaar in Nederland en een half jaar hier. Mocht je interesse hebben, kun je altijd ons raadplegen, Pieter of mij. En anders via www.tah.nl. En zij kunnen je nog meer vertellen over de prijzen en over wanneer het beschikbaar is. Oké, dag lieve mensen.